wij zijn een ambitieuze club. Hè. Een club die bekend staat om ja, dat ze werken met innovaties, met nieuwe ideeën. En we gebruiken de Topsportslab iPad applicatie voornamelijk om te zien hoe de spelers er eigenlijk voor staan. Dus dat betekent, 's morgens beginnen ze met de stretching. Dus eigenlijk om een soort bodyscan uit te voeren om te weten hoe hun spiergroepen ervoor staan. En verder ook hoe ze geslapen hebben of ze stress hebben en dergelijke. En dat verwerken we dan met behulp van de Topsportslab applicatie om te zien ja, hoe iedereen eigenlijk ervoor staat voor zijn eigen doen. Grote winstpunten van Topsportslab is dat je een elektronisch patiëntendossier van je spelers bij kunt houden. En voordat wij Topsportslab hadden, werd dat in Excel bijgehouden of in Word. En vanuit het ziekenhuis ben ik gewend om ook met een elektronisch patiëntendossier te werken. En die mogelijkheid heeft Topsportslab ons geboden. Waarmee we dus ten alle tijde online kunnen inloggen en hele korte lijnen hebben met de fysiotherapeuten, met de kine's, aangaande de blessures. Aangaande de revalidatiestappen die zijn gemaakt, aangaande de behandelingen die worden uitgevoerd. Op een gegeven moment, als je maar lang genoeg met spelers werkt en ze dagelijks monitor, weet je wat een speler aan kan en weet je wat je hem in een week kan opleggen zonder dat hij geblesseerd raakt. Dat is dus het stuk om iemand heel te houden. Welke dag je wat aanbiedt, periodiseert, dat kan je allemaal terughalen. Daar kan je een idee bij hebben, alleen door het monitoren kan je ook daadwerkelijk kijken of het klopt, of jouw idee klopt. Hoe staan ze er die dag voor? Door middel van de vragenlijsten die ze invullen. Hoe hard hebben ze getraind en hoe hebben ze dat zelf ervaren?